Een veulespaken. Ik heb een boek in, roept Jana Ju. Het gaat over een kleine molle. Er staan pleitjes in. En letters, zegt Tomke. Cornelia, wil je ons veulezen? Cornelia ligt op een bank. Haar neus is rood en haar ogen traan. Dat ze. Ze wist naar haar keel. Ik kan niet praten, fluistert ze. Jana Ju en Tomke lopen de tuin in. Wie moet ons nou veulezen? Vraagt Tomke. Hondjes kunnen niet veulezen. Wij ook niet, zegt Tomke en Jana Ju tegelijk. Ineens zien ze een oude paken. Wil Joos veulezen? Roept Tomke. Cornelia kan niet praten. De oude paken blijft staan. Ik ben gek op veulezen, lacht hij. En ik heb tijd genoeg. Hij gaat op een bank zitten. Naast Tomke, Jana Ju en Romke. Impies de brillen pakken, zegt hij. De ogen worden wat minder zie. En dan begint hij veul te lezen. Cornelia komt van de bank. Snotterende loopt ze de tuin in. Wat ben de kinder en Romke? En dan, zegt ze. Op het bankje zit een oude paken. Hij leest prachtig veur over de molle. De kinder en Romke lusten met 7 peer oren. En Cornelia ook. Morgen kom ik weer, zegt de paken als het boekje nu is. En dan neem ik mijn vrouw ook met.